In de Fermerie wordt op zondagochtend 19 mei een benefiet koffieconcert gegeven door Focalized en het Klein Bouwkundekoor. Een idee dat spontaan ontstond. Het is eigenlijk een close harmony koor. Ik ben er later bijgekomen, maar dat koor is in 2003 opgericht door Mijntje, onze dirigent. En ik zit er inmiddels al 10 jaar bij. Het is een koor, bestaat uit eigenlijk 12 mensen. En we zingen dus vierstemmig. Dus 3 tenoren, 3 bassen, 3 alten en 3 sopranen. Maar er zijn nu momenteel wat mensen weg, 2 mensen. En we hebben dus eigenlijk nog een bas nodig. Ik maak gelijk even reclame. En we hebben dus eigenlijk een alt nodig. Daar zijn we ook op zoek naar. Ik zing bij het bouwkundekoor uiteraard. En het bouwkundekoor heeft een groot koor, dat heeft wel zo'n 80 leden, zelfs met een wachtlijst. Dus er zijn meer mensen die erbij willen komen. En er is een klein bouwkundekoor. En het klein bouwkundekoor gaat nu in de Fermerie samen met Hedrik en zijn koortje zingen. De Fermerie was, voordat wij hier kwamen, was het buurthuis van de vereniging Noorderberg. En wij runnen dit sinds 8-9 jaar. En eigenlijk is het nu gewoon een commercieel bedrijf. Wel met een buurtfunctie, die hebben we nog steeds, dat doen we nog steeds. Maar geen buurthuis meer. Oh, we hebben eens een keer eerder gezongen daar in de Fermerie. En Han, die ken ik al een aantal jaren. En ik was ten laatste en toen gewoon even om een kop koffie te drinken. Toen zegt hij, wanneer komen jullie zingen? Ik zeg, nou, ik wil wat organiseren. Ik zeg, en als we dat wat gaan doen, dan wil ik het eigenlijk voor koppelen aan een goed doel. En het goede doel was op dat moment nog niet bekend. En toen heb ik gezegd, nou, ik heb nog wel een goed doel. En we willen graag een nieuw plafond in de grote zaal voor de verbetering van het geluid. En het plafond ziet er ook niet meer uit, zit er 30 jaar onder. Zeg maar, waarom jullie? Toen zegt hij, nou, we willen graag de zaak verbouwen en we hebben er eigenlijk geen geld voor. Volgens mij in het verleden kreeg ik subsidie van de gemeente, maar dat is inmiddels afgeschaft. Dus alles moeten ze zelf rooien daar. Dus vandaar dat ik toen dacht van, hé, we gaan er wat leuks van maken. En ik zit bij de bouwkundekoor en de bouwkundekoor bestaat uit een klein koor dat kleine koor is echt een a cappella koor, zing alleen een a cappella. En toen dacht ik van nou, als we dan samen met de bouwkundekoor wat doen, en er zijn mensen die, lokale mensen, die komen dus al bijna allemaal uit Deventer, dat we zodoende ook meer mensen kunnen aantrekken tijdens het concert. Ja. Hedrik heeft gevraagd, joh, doen jullie ook mee? En zo is het tot stand gekomen. Muziek verbindt. Je maakt samen een harmonie, je maakt samen een voorstelling en dat wil je laten horen. En ook die gemeenschappelijkheid, die gemeenschapszin, wordt zeker bij zingen in een koor. En trouwens, in Nederland wordt er heel veel gezongen. Er zijn ontzettend veel koren. Wordt er veel gezongen? Het zijn mooie ochtenden altijd, koffieconcerten. Ja, het wordt goed bezocht. Leuke liedjes. Oh, men mag best meedijnen. Alleen wij dijnen niet. Wij gaan inderdaad prachtig harmonieus zingen. 3, 4 of 5 stemmig zelfs. En dat zijn nummers uit de wereldmuziek, uit het interbellum, dus swingachtige nummers, popnummers, Franstalig, Italiaans, Spaans en Nederlands zelfs. You are all I long for. Worship and adore in other words. In de winter worden er heel veel concerten georganiseerd daar, koffieconcerten. En ze wilden wat aan het plafond doen. En ook aan de vloer wilden ze wat doen. En daar gaat het geld eigenlijk naartoe, zo moet je het zien. Okay. Ja. Waar moeten de mensen komen naar dat koffieconcert? Is dat voor jullie of ook voor het goede doel? Uiteraard ook voor het goede doel, zeker waar. Ik bedoel, wij willen faciliterend zijn voor de Fermerie om dat wat zij willen, een betere akoestiek. Mijn vakgebied is akoesticus, dus ik kan ze daar ook nog over adviseren. Hebben ze nog niet gedaan, maar dat zou ook nog kunnen. Ze willen een nieuw plafond en dus willen ze de akoestiek daar verbeteren. De mensen die komen betalen entree, krijgen daarvoor een kopje koffie en een koekje. En wat er overblijft, minus na aftrek van kosten, is voor het nieuwe plafond. En dan met de hoop dat de gemeente de rest erbij doet. Nou, natuurlijk heb ik er zin in. Ja, ik heb net gezegd dat zingen toch een passie is voor mij, hè? Dus ik vind het altijd wel leuk, zeg maar, om op te treden.
Het is niet zo dat je alleen maar woensdagavond of donderdagavond gaat zingen en dan naar huis toe gaat. Nee, je doet het ergens voor. Ja. Ik vind zingen zo geweldig. Het maakt me zo vreselijk blij. Dus hoe meer ik zing, hoe blijer dat. Sterker nog, ik word een ander mens door. Wanneer vindt het concert plaats en is iedereen welkom? 19 mei. En het is een koffieconcert. Het begint om 11 uur. En het duurt waarschijnlijk tot 12:30. Tussen 12:30 en 1, dan is het afgelopen.